Nou Judith, ontzettend leuk om kennis te maken, om te beginnen. Maar ook dat je hier bent, want ik heb misschien een paar leuke dingen voor de Lakenhal. En dat kwam na een gesprek met Meta over de stijl en natuurlijk de kamer die in de Lakenhal gaat worden gewijd aan de stijl, aan Van Doesburg. Ik heb hier een opname van wat ooit Mondriaans muziek is genoemd, dus muziek rondom Mondriaan. En wat hij ook heeft gekend. En dat is een opname uit 1981. Nou, bijvoorbeeld Jacob van Domselaar is een Nederlandse componist. En die heeft een heel, ik geloof 7 etudes gewijd aan de stijl. Dus dat zijn echt stijlprincipes die hij in de muziek heeft toegepast. Nou, dit is dan van Domselaar, maar misschien nog veel leuker. Dit is natuurlijk een heel leuk bandje, denk ik. Maar nog veel leuker is, ik heb ooit, ik weet alleen niet waar vandaan, een bandje opgenomen waar in ieder geval Petro van Doesburg of Nelly van Doesburg speelt. Want zij was een concertpianiste. En jij hebt ook nog een kopie gemaakt, waarschijnlijk. Ja, dat is van toen. Van toen. En daar staat een... Het is deze affiche, ja. Inderdaad, van deze affiche. Wat een moderne klavieravond was. Wat Nelly van Doesburg in 1923 op het Dansinstituut van Lily Green in Den Haag uitvoerde. Als onderdeel, of als tijdens de Dadda-veldtocht. Wat Theo van Doesburg en Koen Schwitters in 1923 op verschillende locaties in Nederland organiseerden. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat bandje wat ik ooit heb opgenomen, maar ik ben vergeten hoe ik eraan kom, ofwel Nelly zelf is die speelt, of iemand die vertolkt wat zij speelde. Ja. Een heel klein stukje ook. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk om in de Lakenhal dadelijk bij de heropening. Ja. Er komt een piano, dat weet ik. Maar deze muziek ook te spelen in die zaal. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk ontzettend leuk. Het is een heel leuk moment dit. Dat jullie de muziek van Petro mee gaan nemen. Ja, het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel geweest van al de Dadda optredens. En om die avond, die ook in februari 1923 op het Leidse Schouwburg landde. Ja. Om die opnieuw tot leven te roepen. Ja. En de bezoekers ook erbij te trekken en interactief te laten deelnemen aan de tentoonstelling. En er komt inderdaad een vleugel op de zaal staan. Ja, geweldig. En met Dadda en andere moderne muzieknoten die door Nelly gespeeld werden. Ja. En iedereen is dan uitgenodigd om het zelf te spelen. Jullie zetten de partituren daar neer. En hier heb je de hele speellijst. Nou, fantastisch. Inderdaad. Fantastisch. De stijl, ik praat daar zo makkelijk over, opgericht in 1919 hier in Leiden. Daarom is het zo bijzonder. En duurde tot 1931. Dat is precies de looptijd van het tijdschrift, de stijl. Maar ook van de groep, als je het een groep kan noemen. Het was eigenlijk een soort van netwerk met Theo van Doesburg als spin in het midden. Maar iedereen kent Mondriaan en iedereen kent de vlakverdelingen van Mondriaan. Hij was nogal een purist. Doesburg had meer kleuren. Die had twee alter ego's. Eén was Ika Bonset, de dadaïst. En als Ika Bonset trad hij ook op die Dada-tour waar je het net over had. En dat was een waanzinnige tour, een tournee door Nederland heen. Met Kurt Schwitters en Vilmos Hüstzar. En op die avonden waar zij de gekste dingen deden, blaffen en rare gedichten voordragen. En het publiek dat brak ongeveer de tent af. Vooral in de Schouwburg hier in Leiden. Dat is prachtig om te lezen. Maar daar speelde ook Nelly van Doesburg haar repertoire. En dan werd altijd gezegd, die man die is helemaal knettergek. Maar Nelly van Doesburg is een fantastische pianiste. En wij kunnen haar eigenlijk nu terughalen met haar muziek. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat is ontzettend bijzonder. Ja. En de stijl, ja, die is vereeuwigd. Internationaal, wereldwijd bekend.
En ik denk terecht. Absoluut. Hè, Judith? En het is allemaal hier in Leiden begonnen. Het is allemaal hier in Leiden begonnen. In de Vergulde Turk, of althans in die omgeving. Ja, 1917 inderdaad. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja.